Dekkers op de Nek. Een seriehoorspel naar de gelijknamige roman van Maurits Dekker. Voor de microfoon bewerkt door Peter van Gestel. Vandaag hoort u het 12e deel. De eerste maanden van de Duitse bezetting. Het viel mee. Of, wat zeg ik, het leek mee te vallen. Ogenschijnlijk veranderde het er maar weinig. De Nederlanders merkten niet veel van de oorlog. Er waren wat kleine ongemakken, zoals verduistering, distributie. Maar dat viel allemaal in het niet bij wat men had verwacht. Nederland stond niet meer onder Duitslands zwaard, maar onder zijn schild. Een schild dat ons moest beschermen tegen de Engelse bommen. Maar waarom, en dat vroegen in het begin maar weinigen zich af, hielden de beschermers met hun schilden de stromen levensmiddelen niet tegen die het land uitgingen? Ik zat dus ondergedoken, zoals dat heet. Maar langzaam maar zeker ging ik me afvragen, heeft dat wel zin? Er zijn er nog maar heel weinig opgepakt. Bijna alle bekende anti-Duitsers worden met rust gelaten. Ik ging me dus wat vrijer bewegen. Op een middag zaten we bij elkaar in het kleine boekwinkeltje van Isidor Gomperts. Wij, dat wil zeggen Ger van Tuin, Daniel Degen en Gomperts zelf. We bespraken met de rust van nuchtere Nederlandse onderdanen de situatie. Nou, valt het niet mee? Wat vraag ik? Het valt mee. Veel last hebben we nog niet gehad. Ja, je hebt gelijk. Het had veel erger kunnen zijn. Misschien zijn de moffen toch niet zo stom als wij denken dat ze zijn. Misschien zien ze wel in dat wij heel andere mensen zijn als de Duitse Joden. Denk je? Ik denk het niet, maar misschien denken zij het. Ze zijn nog niet in paniek. En wanneer raken ze in paniek? Wanneer de Duitsers en Fransen van zich af beginnen te bijten. Dat wat wij zo graag willen, dat is nu juist het grootste gevaar waarin we verkeren. Ja, maar zullen ze dan nog tijd voor de Joden hebben? Jullie laten je door de moffen in de luren leggen. Ze zijn niet fatsoenlijk, geloof me. Daarom gedragen ze zich zo weerzinwekkend fatsoenlijk. Maar ze hebben volk en vaderland 1000 keer beloofd dat alle Joden eraan zullen gaan. Ja, maar ze ondernemen toch niks? Natuurlijk, zo is het. Als ze hadden gewild, hadden ze ons al lang om zeep gebracht. Die lui hebben volop kanonnen. Een heel abattoir hebben ze bij zich. Het zijn allemaal eerste klas vakmensen. Ik heb zo'n idee dat het nog wel zal loslopen. Ja, ik wil geen mens ongerust maken. Maar ik ben bang. Ik ben bang dat jullie je te gemakkelijk zand in je ogen laten strooien. Mijn zoon Dolf, weet je. Dat is mijn zoon niet. Nee, een zoon die je zoon niet is. Alsof een mens al geen moeilijkheden genoeg aan zijn kop heeft. Hij was 4 jaar toen ik zijn moeder ontmoette. Zijn moeder is een Duitser, dat weten jullie. Maar zijn vader ook. Dus Dolf, je begrijpt het. Dolf is geen Nederlander. Precies. Maar dat wil dus zeggen, dat houdt in dat hij Duits staatsburger is. Dat houdt in? Is er niks aan te doen? Nee, niks. Ik kan er geen Nederlander van hem maken. En zeker nu niet. En waar ben je bang voor? Op welke leeftijd moeten die jongens in Duitsland soldaat worden? Ik zou het niet weten. En straks, als ze te weinig soldaten hebben, dan zullen ze zeker een beroep op hem doen. Ach, die jongen is toch veel te jong om nou als soldaatje te gaan spelen? Weet hij het? Ellendige toestand. Ik vroeg of hij het weet. Wat? Dat je zijn vader niet bent. Nee, dat weet hij niet. Hij denkt dat ik zijn vader ben.
Dat ben ik natuurlijk ook alleen. Ja, dat er bestaat een Duits papier, hè, dat er anders over denkt. Ik heb het hem laatst proberen te vertellen. Laatst, wat is laatst? We waren nog niet eens bezet. Eeuwen geleden dus. We zaten in de ijssalon van Koon. Dat ding dat door het zwarte tuig helemaal vernield is. Toen wou ik het hem zeggen, maar ik kon het niet. Het ging gewoon niet. Het is hier warm. Om te stikken. Neem een ijsje. Hou ik niet van. Waarom zitten we hier dan? Jij houdt toch van ijs? Ik heb er al twee op. Wil je er nog één? Niet gek hoor, dat Goosje ijs, maar twee is toch wel genoeg. Zeg, vader, ik wilde je wat vragen. Het is te warm voor vragen. Waarom heb ik eigenlijk jouw achternaam niet? Wat nou opeens? Nou ja, ik bedoel maar... De meeste kinderen hebben toch de naam van hun vader. Sigaren, nergens goed voor. Moet je nooit al beginnen, jongen. Ja, die naam. Weet je, die naam van jou. Heb je er al wel zitten pieken? Ja, ja. Het zit me eigenlijk al een tijdje dwars. En waarom? Kan je het niet vertellen? En als je het niet kan vertellen, waarom kan je het dan niet vertellen? Nee. Waarom zou ik het niet vertellen, jongen? Ja, dat is voor mij een vraag. Het is helemaal niet zo belangrijk. Ik zal het je zeggen. Je bent nou tenslotte... oud en wijs genoeg om het te begrijpen. Kijk, jij hebt de naam van je moeder. Omdat jij geboren werd toen ik nog met mijn eerste vrouw getrouwd was. De wet verbiedt dat kinderen die uit een dergelijke verhouding... overspel, noemen ze dat. Dat kinderen die uit een dergelijke verhouding worden geboren... dat die de naam van de vader krijgen. Begrijp je dat? Jawel, dat begrijp ik best. Nou, en zie je... Het is natuurlijk voor jou een beetje vervelend. Zolang je hier nog bij ons bent dan. Nou ja, later heeft daar geen mens meer erg in. Dan weet niemand meer dat je vader tegen heette. Heette? Nou ja, heet. Vind je dat, jongen? Nee hoor, waarom? Ik ben blij dat ik het weet. Ja, vader, het is krankzinnig dat ik dacht... Nou, ik dacht... Nee, dan moet je niet gaan lachen. Jongen, ik lach helemaal niet. Nou, van de week dacht ik opeens dat je misschien mijn vader helemaal niet was. Dacht je dat? Ja. Is dat even idioot? Nou ja, als je naar de ware draden moet, dan krijg je soms de gekste ideeën niet. Juist, meneer Negen, zo is het maar net. Ja, zo is het maar net, jongen. Ja, als ik het hem toen verteld had, toen hij erom vroeg, dan zou het nou veel eenvoudiger zijn geweest. Als ik het hem nou vertel, nou dan moffen we er zijn. Slechtste nieuws op het slechtste moment. U heeft er geen zorgen op dit moment. Vader, op je hoofd! Wat krijgen we nou? Wie is dat? De kleine Heinrich van hiernaast. Vader, die zijn best! En dat schoffie trap jij de deur niet uit. Ach, wat kan ik eraan doen? Dat mamser pest me iedere dag. Die komt soms 3 keer op een middag terug. Hij verveelt zich zeker. Zeg, waarom gooi je hem er niet uit? Ik kan zeggen of doen wat ik wil, het helpt niks. Ik heb het al met balletjes en koekjes geprobeerd in de hoop dat hij erin zou stikken. Maar ja, hij eet niks van een Jood, zegt hij. Koekjes? Je moet daar kreng en aframmeling geven. Ik? Een Jood? Nou, ik ben in ieder geval geen Jood. Zo, ventje. Kom jij eens even hier, hè? Hier, zo. Hier. Zo. Ja. Zo. En dan? Nou, zover genoeg, hè? En als... luister je goed. Als jij nou weer eens de moed hebt, hè, om hier binnen te komen, hou op met dat gekrijs. En als ik het dan nog eens meemaak, hè, dat jij mensen voor vuile Jood uitscheldt, dan maak ik gehakt van je kontje. En maak nou dat je wegkomt. Ja, zo snel mogelijk. Wat heeft dit te beduiden? Oh, zo heb u dat misbaksel gebaard. Wat heb je met mijn kind gedaan? Een pak op zijn lazen gegeven. Ach zo, een Jodenvriend. Juist. En als het serpent, hè, het nou nog 1 keer waagt hier te komen om te gaan schelden, dan breng ik hem als een edelmegaan aan zijn bordjes en beentjes. Niet weinig. Schon goed.
kom, ik zal het mijn man vertellen. Wacht u maar. Ja, je doet maar. En de grotere Streicher. Houd toch op. In Duitsland zijn ze wel minder opgepakt. We zijn hier niet in Duitsland. Er werd een Rijkscommissaris aangesteld. Een Oostenrijker. Dr. Seyss Inquart. Deze schildknaap van Hitler woonde in Den Haag, waar hij verordeningen opstelde, waarschuwingen schreef en vriendelijke toespraken voor het gehele volk hield. Terwille van de traditie speelde deze militair zo'n beetje voor de koningin, bezocht ziekenhuizen en toonde zoveel hart voor de Nederlandse kindertjes dat hij een paar honderd van de armsten in een reclametrein met zomervakantiekolonie-opschriften naar het gezondste hoekje van Duitsland stuurde. Hij hield politieke redenvoeringen waarin hij het herhaaldelijk had over vriendschap en samenwerking, over een Germaanse kroon waaraan Nederland de schoonste parel zou zijn, over de verdorvenheid van de vroegere regering die het werktuig zou zijn geweest van Joden en Engelsen, over wederopbouw en de broederschap en bloedsverbondenheid van alle Germanen. Damit es zu einem guten Zusammenklingen kommt, zwischen der niederländischen Kultur und der deutschen Kultur. Und in diesem Sinne glaube ich auch, dass wir unsere Zusammenkunft hier nicht dahin auffassen, dass hier politische Menschen oder Politiker zusammengekommen sind, sondern dass wir hier zusammengekommen sind als Menschen, die eine geistige und damit auch moralische Deutung des Lebens suchen, damit allerdings uns auch auf den Weg begeben haben, den wirklich tieferen Sinn auch des politischen Handelns zu erfassen. Dit klonk, als men niet al te kritisch luisterde, lang niet kwaad. En toen de trein met reclamekindertjes was vertrokken, de gewonde soldaten een pakje sigaretten hadden gekregen, toen de krijgsgevangenen weer thuis kwamen, de kranten weer mochten verschijnen, alsof ze vroeger nooit een lelijk woord over de nazi's hadden geschreven, en de militairen met een katoenen driehoekje op de mouw aan de wederopbouw van het land mochten beginnen, waren er velen die aan de goede bedoelingen van de Duitsers gingen geloven. Het loopt wel los, zeiden de argelozen en optimisten. Het komt wel los, antwoordden de wantrouwigen en pessimisten. En dat laatste gebeurde ook, heel langzaam, nauwelijks merkbaar voor de altijd traag van begrip zijnde bevolking. Generaal Winkelman werd gevangen genomen en naar Duitsland gebracht, om na te denken over zijn tekort aan waardering voor de groothartigheid van de Führer. De eerste doodvonnissen werden bekendgemaakt. En de welwillende Duitsers zagen zich genoodzaakt even hun beschermschild opzij te leggen en hun geweren te richten op Nederlanders die hen nog altijd als vijand beschouwden en behandelden. Maar de meeste Nederlanders namen toch een stugge houding aan. Het vlotte niet al te best met de verbroedering tussen de twee Germaanse volkeren. De doodvonnissen en de bedreiging met de doodstraf hadden niet het gewenste gevolg. Met de gezellige omgang kwam het niet verder dan een gemeenschappelijke vergadering met NSB'ers en de vrijage in donkere portieken van soldaten met meisjes die door hun landgenoten meer plastisch dan waarderend puinhoeren werden genoemd. Duitsers konden niet geloven dat hun overwonnen mede-Germanen er zelf de oorzaak van waren dat het met de verbroedering niet vlot ging. Men vond de oorzaak daar waar de nazi's nooit te vergeef zochten, bij de Joden. Het waren Joden in Engeland die door de radio het volk ophitsten en het land met valse berichten overstroomden.
Daarom werd de Nederlanders in hun eigen belang het luisteren naar andere dan Germaanse zenders verboden. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin. Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden, voortaan getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg bereiken. En thans is het mij een waar genoegen met dit korte woord de eerste te zijn die in dat kwartier tot u spreekt. Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich bevinden op om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak, die niet alleen sterk staat door de kracht van wapenen, maar niet minder door het besef dat het gaat om onze heiligste goederen. Ik heb gezegd. De eerste tijd verbleef ik in mijn vrijwillige gevangenschap. Ik sleet de lange dagen door te schaken met redens, met praten over de toestand en met het luisteren naar de Engelse zender. Jij bent al zet. Niet zo eenvoudig. Ja, als je niet oppast, raak je je koningin kwijt. Die zijn wel kwijt. Daar zou je het hebben. De Gestapo. Wat denk je? Zullen we die keurig aanbellen? Natuurlijk. Moffen. Er is toch geen volk dat op zo'n beschaafde en ordelijke manier misdadig is? Schaken. De enige aardige oorlogvoering die er bestaat. Zou ik gaan verliezen? Eens even kijken. Als ik nou eens dit doe, hè? Dan kan je de koningin wel nemen. Maar dan doe ik... Nee, niet mogelijk. Ik kan natuurlijk ook mijn loper daar neerzetten. Wat ben je eigenlijk van plan? Ik voel niks voor remise, ik wil winnen. Je staat er niet slecht voor. Toch heb ik geen zin om op te geven. Goedenavond, heren. Zien we dat niet eens tijd dat jullie worden gelucht? Alle Duitse officieren brengen vanavond een eerbiedig bezoek aan het Rijksmuseum. Dag, hè? Nog nieuws? Nou, je kan zo langzamerhand wel weer eens tevoorschijn komen, Tom. Ze zullen je huis niet pakken. Ik vertrouw de Gestapo niet. Ik vertrouw die verrotte stilte niet. Die Gestapo, die houdt zich denk ik alleen maar kalm om ons tot onvoorzichtigheid te verleiden. Straks slaan ze toe. Enfin, een kleine wandeling wil ik straks wel maken. Je leeft tenslotte maar eens. Bij het eerste teken van onraad zoek ik mijn hol wel weer op. Heel verstandig. Ja, maar wat ik vragen wou. Waarvan wil je eigenlijk leven als je... Nou, je niet meer schrijft. Niet meer schrijf? Mm-hmm. Niet meer schrijf. Nu ik mijn schrijfsels niet meer kan verkopen. Ja, dat is inderdaad een vraag. Ik heb nog een beetje geld, maar heel lang zal ik het daar niet meer redden. Tje, ik weet het. Ben benieuwd. Surrogaten maken. Het Derde Rijk is groot en machtig geworden van surrogaten. Daar is alles namaak, zowel op het gebied van de voeding als op dat van de politiek. Oh, nee, even serieus nou. Er zal natuurlijk aan alles gebrek komen. Ik ben serieus, doodserieus zelfs. Zelfs Hitler, die zo sobertjes leeft, heeft eten nodig. Ook nadat alle voorraden die hier weggejat zijn opgebruikt. De vraag is alleen maar, wat moeten we maken? Aan welk artikel komt het eerst behoefte? Aan alle importartikelen, zoals thee, koffie, rijst... Tabak. Surrogaatrijst is het niet, lijkt me. Zet eens een pestwerk, het maken van al die korreltjes. Nee, we moeten iets poederachtigs, hè, of iets smeersbaars hebben. Een mengsel waar je van alles in kan stoppen en dat toch zo echt mogelijk lijkt. Namaak, margarine? Margarine is al namaak. Geen gek idee. Zeg, wacht eens even, wat denken jullie van zeep? Hè? In zeep zitten vetzuren. En die zullen heel gauw niet meer te krijgen zijn. Ja, met klei en gips zal heel wat te doen zijn. Jullie voelen er dus voor. We zullen iets moeten gaan doen. De
Daar ben ik het mee eens. Nou, zullen we dan maar zeggen dat de firma in beginsel is opgericht? Later maken we dan wel uit met welke producten we ons bestolen volk gelukkig zullen maken. Even de radio aanzetten. Nou, dat belooft weer wat. De volledige instorting van het hele Franse front tussen het kanaal en de Maginot-linie bij Montmédy heeft de Franse leiding ertoe gebracht haar oorspronkelijk voornemen de hoofdstad van Frankrijk te verdedigen te laten varen. Parijs is tot open stad verklaard. Huh? Zegevierende Duitse troepen zijn Parijs binnengerukt. De moffen hebben Parijs. U hebt geluisterd naar het 12e deel van De Laars op de Nek. Een seriehoorspel naar de gelijknamige roman van Maurits Dekker, voor de microfoon bewerkt door Peter van Gestel. De rolverdeling was als volgt. Tom Garf, Frans Somers. Isidor Gomperts, Sylvain Poons. Daniel Degen, Jan Borkes. Gerard van Tuin, Bert van der Linden. Dolf, Hans Dagelet. De kleine Heinrich, Gerry Mantel. Vrouw Stampfer, Helen Huisman. Hans Redens, Paul van der Lek. Regie, Wim Pauw.